Welkom bij Ouderwetse TV. Deze week staat er weer een aantal leuke items op het programma. Laten we een kijkje nemen. Hallo, ik ben Sarah en ik sta hier zo vandaag bij het lab. Ik sta hier zo met de oprichter van het lab. Sta eens even voor. Hi, mijn naam is Tom en ik ben inderdaad de oprichter van het lab. Wat kan je allemaal doen in het lab? In het lab maak je ontzettend veel leuke dingen met techniek. Zoals 3D-printen, lasersnijden, Lego Mindstorms, wat je maar wil. En wat doe je met de 3D-printer? Hoe kan je iets 3D-printen? Nou, een van de mensen die momenteel een tekening aan het maken is in een 3D-programma, die gaat straks naar de 3D-printer en dan heeft ze een sleutelhanger of een leuk voorwerp. Daar zijn. Ja? Ik heb de laptop al aangezet. Kan je iets met de lasersnijder gaan doen? Je maakt eerst een tekening in een 3D-programma. Mm-hmm. En dat stop je vervolgens in de computer. En de computer vertaalt het naar de beweging van een laserkop. En dan snij je met een hele warme laserstraal door het materiaal heen. En je zei ook dat we hier zo kunnen solderen. Wat kan je doen met solderen? Je kunt van alles solderen. Wij halen spulletjes uit China en die maak je een klokje van of een robotje of iets anders. Wat je wil. Ben ik klaar voor? Marianne, je hebt 44 jaar in de Gouvernestraat gewoond. Waarom ben je eigenlijk naar de Korte Bajonetstraat verhuisd in het ouderencomplex? Dat kwam zo. Ik had altijd dat ik mijn hele leven daar wel zou blijven wonen, omdat het gewoon goed ging. Maar ik merkte ook dat wat vroeger pijntje hier, pijntje daar was, dat gewoon serieuze kwalen werden.
En ik heb zelf zoiets van, je moet dan bij tijds zorgen dat je wegkomt. Maar ik was er eigenlijk nog niet aan toe. Maar omdat dat huis op mijn pad kwam, heb ik ja gezegd. Ik denk dat ik het nog wel een paar jaar uitgehouden had. Maar ik ben wel heel blij dat ik op dat moment gekozen heb, omdat ik zelf nog alles in de hand had. En toen je dit huis in de korte bij je net straks zag, wat was je eerste indruk? Nou, wat mij heel erg opviel is van, ik kwam boven en het is sowieso een leuk complex, dat er zoveel plantjes stonden. En dat vond ik zo'n, het was mooi weer die dag, en dat vond ik zo uitnodigend. En ik heb ook, nadat ik het huis gezien had, met buren gepraat, sommigen kende ik al, van hoe het was om daar te wonen. En ik kreeg alleen maar positieve berichten, dat ze op elkaar letten. Als er iets is met iemand, dan worden de boodschappen gedaan. Plantjes van mensen krijgen water. En dat vind ik zelf een heel prettig idee. Want het is een sociale controle, maar op een positieve manier. Okay, en je bent sinds december 2016 hier komen wonen. En bent u van plan om hier langere tijd te blijven wonen? Ja, dat klinkt een beetje bizar. Maar ik heb gerekend, ik wil nog 20 jaar mee ongeveer. En ik wil eigenlijk gewoon hier blijven wonen. Of ja, sommige dingen heb je niet in de hand. Als ik ook ga dementeren, wat natuurlijk ook kan. Ik bedoel, dan zal het anders zijn. Maar dan hoef ik daar zelf niet meer over te beslissen, denk ik. Nou, je hebt heel mooi gesproken, Marianne. En ik wens je heel veel plezier in deze woning. En dat je er echt nog heel lang in mag blijven wonen. Bedankt voor je tijd. Dames en heren, uw presentator voor vanavond, Paul Klaassen. Nou, dat moest ik pas al even afzien. Wachten we die de poppenkast. Nou, dat was weer de poppenkast. Ik kan merken dat het een beetje warm is vanavond, geloof ik. Nou, iedereen toch hartstikke bedankt dat jullie gekozen zijn op deze traditioneel al hete actiecafé. Kijk ons even heel goed om je heen hier. Want als we in september een actiecafé hebben, als we dat hebben, dan zijn er twee mogelijkheden. Van de staan in september, we zijn eruit. Dat we hier niet meer zitten, dat kan. En als we er wel nog zitten, is de zaal helemaal vernieuwd. Nou, 19 juni. Ik wil even voor degenen die het nog niet hebben gehoord, terug naar het begin. Dat is een jaar geleden op de actiegroep Café heeft de werkgroep We Laten Ons Niet Kisten ons gepresenteerd. Daarna is er in juni een behoorlijke optocht geweest naar benedenwoningen die constant in de verkoop gaan. Ja. En daar is toen tegen geprotesteerd. En ja, dat is meer mijn ding en van de mensen die daaraan meededen. Er is een andere groep waar jij bij zit. In de leeszaal is er een wijkdialoog geweest over het feit dat er weinig woningen meer zijn voor ouderen in het Oude Westen. En daar zijn toen een aantal afspraken gemaakt. Die hebben ook in de buurtkrant gestaan. Ja. Er zouden woningen in de Sint-Mariastraat, waar Helene woont, zouden de drempels weggaan. Dat is nog niet gebeurd. Dus wij moeten als werkgroep daar achteraan blijven zitten. Er zou ook een bijeenkomst gehouden worden. Want Woonstad, de verhuurder hier, heeft gezegd dat het zo raar is dat er een aantal woningen niet aan oude Westenaren verhuurd worden. En dat vinden ze dus vreemd, want ja, er is dus wel vraag naar. Ja, maar wat ik in ieder geval van die bijeenkomst herinner is dat de conclusie was dat vraag en aanbod niet altijd bij elkaar komt. Dus dat mensen wel behoefte hebben, maar niet weten waar ze moeten zijn. Voor oude mensen gaat het natuurlijk allemaal via internet, dat ook. Via internet, dus dat is ook vaak ingewikkeld.
En dat ben ik even vergeten, maar nou ja, dat heel belangrijk is. Nou, nu heeft Woonstad is er wel weer verder gegaan en we weten ook dat dingen heel langzaam gaan. Als we het maar steeds naar voren brengen, dan zal er wel iets gaan gebeuren. Ja. Maar wat wel duidelijk is, is dat de ouderen die in het Oude Westen wonen hier, de meeste willen hier gewoon blijven. Ja. Ze hebben hier hun netwerk, dat is ook de bedoeling. Ja, die vriend die heeft de leeuwenkift hier meegenomen. Willen jullie je mug in het vervolg daar houden? Woonstad heeft dus wel iets gedaan. Er zijn een aantal mensen, waaronder wij, Rob en ik, die hebben een brief ontvangen. In die brief staat dat dan blijkt dus dat er met name ouderen boven de 65, die hebben een brief gehad. En dat zijn ook mensen die in een vierkamerwoning zitten. Ja, ja. Nou, die hebben dus nu, er zijn twee complexen aangewezen. De Bajonetstraat en de Gouvernestraat. En daar kunnen mensen met voorrang naartoe. Bedoeld natuurlijk ook om de doorstroming te gaan regelen, want dan komen er vierkamerwoningen vrij. Ja. Nou geldt dat in ons geval niet, want onze woning wordt aan hem niet verkocht. Ja. Dus daar hebben we weer een benedenwoning waar je redelijk ook een traplift in zou kunnen krijgen, die gaat dan de verkoop in. Dus er zitten twee kanten aan de zaak, maar oké, er is wat beweging zullen we het noemen. En om dat nou aan ouderen in het Oude Westen duidelijk te gaan maken waar die complexen zijn en wat dat dan betekent voor mensen, wordt die bijeenkomst gehouden. Ja, ik noem dat weer een tweede punt, wat net ervan geschoten was. Dat ook een conclusie was van als je wat ouder begint te worden, dat je op tijd moet gaan nadenken. Van ik moet misschien ook wel eens een keer naar een ander huis. En mensen doen het vaak pas als het niet anders kan. En dan zijn ze te laat, want er is weinig aanbod. En dat heeft iemand van de werkgroep die dus nu foto's zit te maken, heeft dat aan de lijf gevonden. Die kon dus niet meer omhoog in de Gouvernestraat. En is dus verhuisd naar het complex in de Bajonetstraat, moet ik zeggen. En dat is ontzettend goed gevallen. Nou kan Marjan het op die maandagmiddag niet vertellen, want die zit op Oerol. Wat ze al jaren doet. Maar Moesaffe, die weer daar staat, die heeft een interview met Marjan gehouden. Dus Marjan als ervaringsdeskundige gaat vertellen op die bijeenkomst wat voor voordelen eraan zitten en wat dat inhoudt. De bijeenkomst moet nog georganiseerd worden door Radar, door Woonstad en door de actiegroep. En wij hopen dus dat met name 65-plussers daar naartoe komen om te horen wat ze moeten doen en wat er voor mogelijkheden zijn waar je gebruik van zou kunnen maken om op tijd een woning te vinden zonder dat je die trappen op moet. Ja, wat ik van de week alweer van Woonstad heb begrepen is dat ze ook een plan hebben dat je kan zeggen van nou, ik ben wel geïnteresseerd in dat complex. Dan kan je dat melden. Dat je je voorkeur aan hebt, nou, dat complex zou ik al heen willen. En dan staat dus een woning vrij komt, dat je dan actief een mededeling krijgt van hé, er komt nou iets vrij. Dit zou een kans voor je kunnen zijn. Dus dat is al het van die acties om die vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Maar goed, 15 juni. 19 juni. Nee, was het kijken te pakken, was 19 juni. Nog een keer, hoe laat? 2:00 hier in de buurtwinkel in deze zaal van de actiegroep. Maandagmiddag. Was dat de oude zaal dan? Maandagmiddag. Dus, maandagmiddag, goed. Oké. Tina, bedankt. Dit was het weer voor vandaag. Hopelijk zie ik u volgende week donderdag weer. Voor meer informatie en kijkplezier ga naar www.ouderwesten.tv.